De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie PAHO heeft vandaag gerapporteerd dat bijna 1,6 miljoen nieuwe besmettingen van COVID-19 in de Amerika's zijn vastgesteld. Alle inspanningen van de PAHO zijn erop gericht om de bevolking in de regio volledig te beschermen tegen deze pandemie. De PAHO stelt dat COVID-19 een probleem is van de openbare gezondheidszorg en roept overheden op om geen politiek hiermee te bedrijven. De PAHO blijft zich verder inzetten op het stuk van medisch onderzoek en het identificeren van de verschillende varianten van het COVID-19-virus. PAHO-directeur Carissa Etienne zegt dat steeds meer landen toegang zouden moeten krijgen tot de verschillende vaccins. Ze bracht hulde aan de regeringen van de VS, Spanje, Zweden en Canada, die in de eerste dagen van de pandemie vaccins hebben gedoneerd aan arme landen in de wereld. We need to let public health and not politics guide our pandemic response. As vaccines remain limited, countries should prioritize doses for the most vulnerable, like the elderly, health workers, and those living with pre-existing conditions. Too many of these vulnerable groups have yet to be vaccinated, even as vaccination campaigns are reaching others who are less at risk. So we continue to urge countries to follow the science, both by designing campaigns that protect the most vulnerable and by applying public health measures that can bring down transmission. And finally, we need countries to ensure that vaccines are in arms as soon as they arrive. While countries are administering doses quickly, this is just the beginning. De PAHO-directeur zegt dat de situatie op het eiland Haiti serieus wordt genomen. Haiti is eerder door een zware aardbeving getroffen. Volgens Dr. Etienne wordt er alles aan gedaan om de getroffen inwoners medische hulp te verlenen.